Welkom jongens bij de nieuwe video Openbaar Watervissen van A tot Z. Gaat het avontuur lekker aan, ga met je maat lekker op pad, gooi die auto vol. En er gaat er nog één jongens. Er gaat er nog één. Jongens, ik ben helemaal kapot, man. Dus jongens, willen jullie openbaar vissen? Gewoon doen, kijken van tevoren, uitzoeken waar je naartoe wil. Ja, je ziet het resultaat jongens, dit is echt gewoon genieten. Heerlijk dit. Welkom jongens bij de nieuwe video Openbaar Watervissen van A tot Z. En ja, de titel zegt het allemaal al. Ik ga jullie vertellen hoe je op openbaar water moet vissen. Hoe je je wateren zoekt, hoe je je vergunning regelt. Wat je allemaal nodig hebt, waar je tegenaan kan lopen. Allemaal dingen die ik in de afgelopen 10 jaar heb opgedaan als ervaring. Ik ben in 2011 voor de eerste keer naar, of 2010, de eerste keer naar openbaar water toegegaan. En ja, in die tijd heb ik toch wel een hele hoop geleerd. Maar een goede voorbereiding voor jouw trip begint thuis. Dus laten we hier beginnen met stapje 1. Gaan we het water uitzoeken en de regelgeving daarvan. En dan loop ik met jullie samen daardoor heen hoe ik dit doe. En dan gaan we door naar de vergunningen. En zo gaan we stapsgewijs het hele plan door. En het mooiste is dus nog, aan het eind gaan we ook laten zien hoe het moet. Hopelijk. Ik heb een trip erop staan met Davy. Het is nu vrijdag. En wij vertrekken aankomende maandag. Dus ja jongens, laten we de laptop openklappen. En beginnen met zoeken naar nieuwe wateren. Zo boys, nou dit is waar de magic happens. Ik ben even achter mijn grote PC gaan zitten. Ik begin altijd met Google Maps. Dat is een heel handig hulpmiddel. Als je een account aanmaakt bij Google Maps, kan je dus wateren labelen. Kan je er dus een puntje bij zetten van, oké, dit weet ik ervan. Je kan er een notitie bij zetten van hoe groot het water is. Nou ja, kijk, hier heb je, zie je al mijn stipjes. En dit is ook een van de redenen waarom het vrij lastig maakt. Dit is 10 jaar ervaring wat je hier ziet in die puntjes staan. Als dan mensen aan mij vragen van, ja Bas, ik ga daar naar heen, heb je even wat water voor me? Nou, die krijg ik best wel vaak die vraag en andere vissers met mij ook. Ja, omdat ik hier al uren en uren in heb zitten om dit voor elkaar te krijgen. En ik ben er zelf heen gegaan, ik heb zelf dingen uitgezocht. En dan wissel je met vrienden, met like-minded people, een beetje hetzelfde uit, weet je al. Van oké, ik heb dat ervaren, ik heb dat ervaren. En zo bouw je langzaamaan je ervaring op en krijg je steeds meer wateren. op jouw Google Maps accountje te zitten. En dat is ook een beetje het mooie wat ik van openbaar watervissen vind, is dat het allemaal niet compleet klaar ligt voor je. Je hebt geen waslijst met wateren van, oh daar zwemmen 20 kilo plus, leg hem 36 reps uit en spompen 20 plons bij. Dat is gewoon niet zo, weet je. En dat, ja, dat is het mooiste wat er is persoonlijk. Maar goed, daar kan ik verder op uitwijken. Google Maps, terug. De vraag die ik krijg vooral vaak Noord-Frankrijk. Persoonlijk vis ik het dus bijna nooit, omdat je te maken hebt met heel veel drukte en vrij veel regelgeving. En zoals je ook ziet, hier in deze regio heb ik maar een aantal watertjes staan. Terwijl ik eigenlijk dus allemaal, het meeste helemaal achterin in Frankrijk zit. Omdat ik het niet erg vind om te rijden. Want ik vraag me altijd af, waarom wil je niet 3 of 4 uurtjes langer in de auto zitten? Zit je op een plek wat veel rustiger is, minder regelgeving, minder Nederlanders. Etcetera, etcetera, grotere vissen. Warmer weer, nog belangrijker. Noord-Frankrijk is ongeveer hetzelfde als hier, jongens. Dus, dat gezegd hebbende, we gaan wel gewoon naar Noord-Frankrijk toe. Voor jullie in deze trip ook. Nou, dit is het bekendste water van Noord-Frankrijk. Ik heb er hierbij gezet 150 hectare nachtvissen, boot 20 kilo plus. Dus dat zet ik er dan bij en dan weet ik gelijk van oké, ik ben daar in de buurt. Nou, scroll ik eventjes uit. Ik heb toevallig niet zo heel veel in de buurt, maar hier heb ik dan nog 2 watertjes, hier nog 2 watertjes. Dus als je hier bent, het is te druk, pak je Google Maps er weer bij, zet je het volgende puntje aan en dan rij je er in één keer heen. Hoe kom je aan al die puntjes, hoe kom ik aan al die informatie? Geocarp is sinds een jaartje of 2, 3, een beetje 4, iets in die trant, een hele, hele fijne site. Er staan alle wateren op waar je mag nachtvissen. En ja, dat is voor ons karpenvissers natuurlijk wel heel erg lekker. Sta je er dus niet op blind, want dit zijn alleen de wateren waar je mag nachtvissen. We plakken hier eventjes in. Vilevorgis. Nou, gaat hij zoeken. Hebben we hier het water gevonden. Nou, druk op het water. Krijg je hier alle regels te zien. Alles in het Frans. Nou, de meeste mensen kunnen niet zo heel goed Frans. Dus wat doen we dan?
kopiëren we deze link. En dan openen we, heb ik al geopend, Google Chrome. Nou, gaan we naar Google Chrome. Duwen die even weg. Hop, hop, hop. Eén, hop. Nou, enter. Je ziet nu, ik tune nu over naar het scherm weer. Je ziet nu hier al het meer van Ville Vorges, ook wel Whitaker Meer. Petit Saint-Cachin genoemd. Nou, dat is ik wel allemaal niet, maar goed. Ik verwacht niet dat het er zo uitziet als Cachin hoor, maar... dus hier staat wat basisinformatie over het water. Je krijgt hier wat foto's te zien. Er is een kleine indicatie van wat je tegemoet gaat. En hieronder staan wat regelgeving. Nou, oppervlakte 150 hectare geautoriseerd. Van 1.1 tot 30.9. Dus dit is je basisinformatie van waar je heen kan en wat je er vanaf kan halen, zeg maar. Wat je vanaf deze website van kan halen. Maar hoe komt het dan allemaal in het Nederlands? Klein trucje. Druk je hier al rechtsbovenin. Hier, op. Nou, klikken we daarop. Drukken we op instellingen. Gaan we van instellingen, scrollen we door naar helemaal naar beneden toe. Staat er geavanceerd. Nou, klikken we daarop. Staat er hier taal. Klik je op taal. Open je taal, staat er Nederlands. Deze taal wordt gebruikt om pagina's te vertalen. Dat doet hij niet automatisch, dus moet je even aanvinken. Dan staat er hier al aanbieden om pagina's te vertalen die in voor jou onbekende taal zijn. Die swipe je ook om. Nou, dat heb ik allemaal al gedaan. Dus als je dit zo neerzet en je hebt een Franse website, plak je gewoon in Chrome, enter, plof. Alles in het Nederlands. Het staat er misschien wel een beetje raar. Grammaticaal klopt er natuurlijk helemaal niks van, maar je kan wel gewoon tussen de regels doorlezen hoe het in elkaar steekt. Dus ja, dit is gewoon een heel handig hulpmiddel. Op deze manier zoek ik mijn wateren. En zo kan je ook met Google Chrome kan je helemaal door gaan spitten aan het water. Kan je allemaal informatie erin gooien. Wat ik ook vaak nog doe, is naar het federatie toe gaan. En nou we het over federatie hebben. Je hebt je water uitgezocht. Je hebt allemaal je stipjes neergezet in je regio. Alles is in kan en kruiken. Nou, nu zijn we aangekomen op de website kartedepest.nl. Dit is de website waar je vergunning moet regelen. Natuurlijk weer in het Frans. Maar hier rechtsbovenin klik je erop, kan je hem in het Engels zetten. Nou, dat is al een stuk makkelijker voor de meesten. Als je nu ook de Engelse taal niet machtig bent, kan je hem ook weer kopiëren in Google Chrome. Vertaalt hij weer als in het Nederlands. Dus eigenlijk is het allemaal niet zo moeilijk als je gewoon een paar kleine trucjes hebt zoals dit. Nou, dan staat er hier login. Nou, dat gaan we natuurlijk doen. Als je dus, kijk, ik heb een account aangemaakt. Nou ja, een account aanmaken, staat hier registratie. Nou, dan moet je daar even je accountje aanmaken. Al je gegevens netjes invullen. En een wachtwoordje, et cetera. Nou, ik heb dat allemaal al gedaan. Dus pop, pop, hoppakee. Dat getackled. Nou, prachtig mooie foto. Dit is mijn account. Dus hier ga je je vergunning echt regelen. Choose your permit. Nou, dat houdt in visvergunning. Dan heb je een Annual Adult or Interfederationale Permit. Dat houdt in een jaarvergunning interfederaal. En interfederaal betekent dus al die departementen, 01, 02 tot 96. Dat is hetzelfde als bij ons Noord-Holland, Zuid-Holland. Maar hun hebben het allemaal nummertjes gegeven, wat eigenlijk nog veel makkelijker is, omdat ze er heel veel hebben. Klik je interfederaal, wat dat dus inhoudt, is dat al die nummertjes allemaal samen zijn en die werken met elkaar samen. 90% van de wateren mag je dan vissen, mits er dus op de website staat club, de puntje, 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 lid van zijn. Dus dat moet je allemaal zelf uitzoeken op die website. Maar ja, je kan alles vertalen tegenwoordig, dus ja, zo heel moeilijk is het niet als je er maar een beetje moeite in stopt. En ja, dat is hetgeen wat de meeste mensen niet willen doen. Maar daarom leg ik jullie nu uit dat het allemaal niet zo heel erg ingewikkeld is, als je het graag genoeg wil. Nou, ik koop altijd een jaarvergunning, want ik ben best wel veel in Frankrijk. Maar de meest verkochte vergunning is de Holiday Permit. Dit is een vergunning die is 7 dagen en 7 nachten geldig. Nou, kies je de vergunning. Krijg je hierdoor te zien Parijs 75001 staat daar. Nou, dat is de postcode van Parijs. Maar als jij een vergunning koopt, staat hier ook Buy your permit for the association nearest to where you fish. Dat houdt in, koop je vergunning zo dicht mogelijk bij het water waar jij gaat vissen. Dat dorpje waar jij gaat vissen, die hebben natuurlijk ook gewoon een postcode. Ga je weer terug, Google Maps, ga je naar Ville Vorges. Nou, klik je daar even op.
krijg je hier aan de rechterkant te zien 08500. Nou, dat is dus de vergunning. Nou, gaan we weer terug. 08500. Krijg je er hier een aantal te zien, krijg je drie verenigingen te zien. Dat is bij ons vereniging De Gouden Dobber en hier heten ze Anjams. Nou, klikken we op die. Prima, hartstikke mooi. Staat er hier wat gegevens over de club. Maar ja, je weet dat de postcode klopt, dus dan heb jij meer dan genoeg gedaan. Confirm. Nou, holiday permit. Eerste en tweede categorie wateren. Choose your permit. Nou, dat hebben we allemaal gedaan. We willen er eentje. Choose this permit. Nou, er staat er 08 Ardennes. Nou, dat is precies het departement waar wij in hebben gezocht. Want dat is 08, is de Ardennes. Dus je krijgt nog een soort van verificatie. Oké, dat is wat je gaat doen. Dit wil je. Staat er hier ook, heel toevallig, specifiek option koers carp de nuit. Of carp for night. Dit houdt dus in, op dit water moet je dus een extra zegeltje kopen om te mogen nachtvissen. Dit is dus een specifieke regel voor dit water en dat geeft dit ook gelijk aan als je een vergunning wil kopen in die regio. Nou, dat willen we natuurlijk. Klikken we dat aan, dan is de vergunning wel in één keer €50 geworden. Dus ja, dat is iets duurder. Maar goed, voor een week vissen €50. Ik denk dat het gemiddeld betaalwater op 350 zit. Dus wat dat gaat, is het nog niet duur. Nou, validate en continue. Nou, hier krijg je nog een opsomming van wat je nou uiteindelijk gaat kopen. En dan vul je hier al in je startdatum, tel er 7 dagen bij op, dat is je einddatum, zo simpel is het. En ja, hier heb je dan dat je je eigen hier staan nog een aantal vrienden van me in, want als je één account aanmaakt, kan je dus ook vergunningen kopen voor andere vrienden van je, wat wel makkelijk is. En dan klik je op Van der Werf, home delivery if you have no printer. Nou, als je die dus niet hebt, dan moet je die aanvinken en dan wordt die vanuit Frankrijk opgestuurd. Dat zal wel een paar dagen duren, dus mocht je dat willen, kun je dit aanvinken. Hier moet je de condities accepteren, dus dat je het mee eens bent. Dat je hierboven hebt gelezen wat de regeltjes zijn en wat je nou daadwerkelijk hebt gekocht. En dan druk je op dit mooie groene knopje. En dan zegt hij dat ik nog iets moet aanvinken. Oh, ik heb geen datum ingevuld, zegt hij. Nou, de tweede gaan we. Hoppakee. Oké, maar goed, ik ga nu niet verder, want dan moet ik hem gaan betalen. En wat nog wel een kleine side note is, je hebt dus een creditcard nodig om een vergunning te regelen. Dus anders vraag het aan een vriend, broer, et cetera. En dan kan je die vergunning kopen. Dat is alleen een beetje gedoe voor sommige mensen die geen creditcard hebben. Dus ja, jongens. Ik denk dat ik nu toch best wel veel tips heb gegeven. Dus gewoon vertalen, je kan je vergunning hier regelen, je kan je water opslaan. En ja, gewoon lekker gaan, ga erop uit. En ik denk dat ik dit onderwerp nu mooi heb afgerond. Op naar de volgende, jongens. Ik zie jullie zo weer. Zo, zijn we bij het volgende onderwerp aangekomen, jongens. En dat is voorbereiding. Voorbereiding, daar valt een staartje sessie mee. Super belangrijk. Ik ben nu de hennep en de tijgenoten aan het koken. Mijn vriendin is niet thuis. Ik zou dat niet doen als je vriendin thuis is, want dan heb je nogal problemen. Dat stinkt nogal. En ik neem altijd boilies bij me. Die tijgenoten neem ik trouwens mee voor kreefjes en de catfish. Daar heb je heel veel last van. Vaak op veel water, dus altijd een backup. Gooi het achter in je auto en ik neem altijd een paar emmers mee om dat te voorkomen. Ik neem ook altijd gewoon een zoeterboilie mee en een vismeelboilie, zodat ik ook nog kans heb om af te wisselen daarmee. Ook weer om de catfish en de kreeften te ontwijken. Catfish komt heel veel op vismeel af. Als je een zoete boiling meeneemt, er zitten geen vismeelen in. Dus dan kun je dat een beetje tackelen. De vissen hebben ook gewoon voorkeuren. Ook in Frankrijk, dus daar verandert niks aan. De hoeveelheid voer die je meeneemt hangt heel erg vanaf wat voor water ga je vissen, hoe groot is het, et cetera, et cetera. Maar stelregel voor mezelf is het eigenlijk gewoon in het seizoen te vissen een beetje goed eten. Minimaal 10 kilo per dag meenemen. Gemixt met particles of alleen boilies. Dat is net hoe groot je budget is en wat voor type visserij je gaat doen. Dus het volgende. Ik krijg net een pakketje binnen, nieuwe haken. Dus daar ga ik jullie het volgende onderwerp mee inleiden. En dat is ook voorbereiding van je richtmateriaal en waar je rekening mee dient te houden in Frankrijk. Dus let's go. Zo, zijn we bij het volgende onderwerp aangekomen, jongens. Wat ik net al zei, in Frankrijk kan je echt heel erg veel last hebben van kreeften, catfish, etc. Neem dit altijd mee. Het is boilie wrap. Dit doe je om je boilie heen. Daarna doe je hem even in kokend water en dan krijg je een soort kousje om je boilie heen. En op het moment dat die kreeften met die scharen aankomen, dan glijden ze eigenlijk over de boilie heen en dan blijft jouw haakaas gewoon goed.
Het ziet er een beetje raar uit in het begin. Moet je even vertrouwen in krijgen, maar 100% gaat het je geen vissen kosten en alleen maar opleveren. Want je kan soms binnen een uur al zonder haakaas te zitten. Ik word ook veel gevraagd van, oké, wat heb ik allemaal nodig als ik naar Frankrijk toe ga? Grofweg gezegd, je hoeft niet zo gek veel te veranderen. Wat ik alleen wel wil zeggen, neem een goede voorslag mee. Ik heb hier de Fluke Bon voorslag. Ik vis eigenlijk vaak met gevlochten lijn. Dat is ook weer zo'n dingetje. Mensen denken Frankrijk, 300 meter vissen, 500 meter vissen. Allemaal van die gekke verhalen. In de afgelopen 10 jaar is het vers wat ik heb gevist, 180 meter, 300 meter. Dat is ver, maar gangbaar gezien zit ik onder de 100 meter. Dus als je gewoon nylon vis en je gaat niet naar een gigantische binnenzee, neem gewoon lekker je nylon mee. Voorslag je ervoor van 50 tot 60 honderdste. Geen enkel probleem. Geen rare dingen doen die je in Nederland ook niet zou doen. Dus met haken idem. Ik neem altijd gewoon haken mee waar ik op kan vertrouwen. Die wat langere duur hebben. Dus als ik veel wil vangen, wil ik niet elke keer mijn haak vervangen. Ja, soms vis ik ook op wateren waar het gewoon echt die ene aanbeet kan. Die ene megabak zijn. En ja, dan heb ik het ervoor over om heel veel onderlijnen te gaan knopen. En dan vis ik ook met die kamakura's. Dus dat is gewoon precies hoe ik het doe. Ander simpel dingetje. Toplood. Vergeet er veel mensen mee te nemen naar Frankrijk. Je gaat niet op een kanaal vissen, maar wel op een etang, stuwmeertje, etc. Noem het op waar je heen gaat. Dan heb je altijd te maken met snoekvissers. Dat is mijn fantastische vijanden zijn het eigenlijk aan het worden. Ze zitten vaak met bellyboats erop. Als je je lijn eventjes goed naar beneden toe brengt, heb je er minder last van. Die gaan gewoon dwars over je stek heen. Die kijken niet naar karpenvissers om. Zorg altijd gewoon voor genoeg licht. En dit is ook een tip wat ik je wil geven. Zet één lamp aan op de kant op het moment dat je je boot inspringt. Ook als je 's nachts alleen bent, zet die lamp aan. Neem je hoofdlamp mee de boot in. Als je op de kant bent, gaat die vis alle kanten op. Ben je helemaal gedesoriënteerd, ben je 300-400 meter van je stek vandaan. Draai je om, zie je dat licht, kun je in één keer terugvaren. En vaar je niet door je eigen lijn heen als je er geen toplood op hebt leggen. Met onderlijnen zou ik geen gekke dingen doen. Zorg er wel voor dat je er thuis alvast een x-aantal knoopt. Ik zorg er sowieso voor dat ik er altijd 6 tot 8 klaar heb. Ook als je aan het water komt, ben je vaak vrij moe. Lange reis gehad, lange dag gehad, auto ingepakt, reizen. Maar je bent super gemotiveerd om te gaan vissen. En niks vind ik irritanter om dan nog mijn voorslag erop te moeten gaan knopen. Mijn onderlijnen te moeten gaan knopen. Mijn loodmontage te gaan doen, etc. Dus maak een beetje een inschatting van oké, ik ga met deze onderlijnen vissen. Dit systeem bind ik eraan. En tuig je hengels al compleet op. Doet je alleen het loodje erop aan te klikken op je safety clip. En that's it. Ander dingetje. Heel simpel. Ik heb een heel klein rotpotje van Cygnet dan. Maar neem een rotpot mee. Ik gebruik hem niet veel. Ik vis het liefst met banksticks. Maar op het moment dat je aankomt bij een water, zijn heel veel stenen vaak in Frankrijk. Dus dan krijg je je banksticks in die tussen, et cetera. Je hoeft niet gelijk zo'n compleet afweersysteem aan de waterkant te zetten. Wat veel Fransen doen. En zo ben ik ook begonnen. Moet ik eerlijk in wezen. Maar dan zat ik op een stuwmeertje te vissen van 80 hectare wat 3 meter diep was. Toen dacht ik, waarom moeten die dingen helemaal zo naar de hemel toe staan? Dat slaat helemaal nergens op. Het heeft totaal geen functie. Als je niet over wier hoeft te vissen of dat je een hele steile taluds hebt, dan heeft het een functie. Maar het gros van de wateren gebruik ik hem nooit. Hetzelfde als met loodgewichten. Als ik heel ver wil vissen, gebruik ik 170 gram. Veel hoger ga ik persoonlijk zelf bijna nooit. Maar grofweg vis ik gewoon met 100, 110 gram. Geen gekke dingen doen. Richtboxie besproken, onderlijnen materiaal besproken. Ook, je hoeft niet in één keer 35 lb eraan te doen en allemaal dat soort dingen. Als je gewoon normaal vist zoals je dat in Nederland zou doen, zou je zien, die Franse karper is niet in één keer 10 keer zo sterk of zo. Weet je, dat is niet. Er is wat dat gaat niks anders aan dan in Nederland. Dus jongens, zorg dat je goed voorbereid bent. En dan, als je dan aankomt op je water, kun je gewoon gelijk knallen. En die vissen belagen natuurlijk, jongens. Hey, hele goede morgen, jongens. De oogjes zijn nog klein. Het is nu 6 uur en ik moest mijn collega ophalen. Davy, die is hier bij me komen staan. Yes. En wat is het plan, Dave? We gaan tot vrijdag vissen. We gaan nu vertrekken en we gaan het zien, jongens. We houden jullie in ieder geval op de hoogte. Wat spook je allemaal uit bij Trekker? Ja, ik ben assistent media manager. Ga ervoor, maat. Yo. Let's go.
Zo boys, aangekomen op de camping, uiteindelijk. We hadden nog een klein akkefietje onderweg dat we werden aangehouden door de douane. En mijn QR-code was nog niet binnen. Maar gelukkig vroegen ze daar niet om. Alleen een controle op drugs en op big quantities of money. Maar dat was in ieder geval geen probleem. Dus we gaan over de auto leeghalen. Alles eruit. Alle spullen organiseren, spullen klaarzetten. En dan gaan we het water verkennen. Ik ben hier nog nooit geweest. We zijn op een watercomplex van, ik denk, 5-6 wateren bij elkaar. En het ziet er goed uit. We hebben 1 karpvisser gezien. En ik heb er zin in, jongens. Let's go! Zo boys, daar zijn we weer. Het is 6 uur. En ik zei al tegen Davy toevallig, als we om 6 uur een stekje hebben, dan is het mooi gelopen. Even een kleine update, we hadden net over een sleutel. We kwamen al een paar hekken tegen overal waar we niet op konden komen. Uiteindelijk office de toerisme gehad, de president van de visclub, andere vissers hier in de buurt. Uiteindelijk allemaal heel aardige mensen. En uiteindelijk de laatste die we spraken, die zei een oud mannetje van 70, waar we met handen en voeten uit zijn gekomen. Dat er 1 hek maar open is en dat is dit hek waar we nu zijn. We hebben net heel veel rondjes gelopen hier door de plassen heen en et cetera om een stek te vinden. Maar we hebben een mooie stek gevonden, dus we gaan het hier proberen op dit stukje. Davy gaat daar vissen, die staat achter me. En het is nu 6 uur en zoals jullie al zien, het is een kei donkere lucht komt eraan. Dus wordt een dingetje, snelle operatie. Het is om 7:30 donker, dus snel die hengeltjes in knallen en dan gaan we kijken of het is. Oh ja, we zagen trouwens die Fransman ook nog een vis vangen, dus en vissen zien springen, ook meegemaakt al. Nou, let's go boys! Davy, vertel! Lekker man! Ik wilde mijn tent dichtritsen omdat het begon te regenen. En ik krijg een drietal piepen, ik loop naar mijn hengel. Mijn hanger die zat strak en mijn top stond krom. En fish on! Oh. Nee toch? Nee. Ik ben net terug. Ik was even bij een andere stek kijken. Ik wilde eigenlijk gaan verkassen. Dus even wat opties doornemen. Ja, het is wel lekker als hij eventjes gaat nu. Ja, zeker. Lekker zeg. Nee. Fuck jongens, hij zat bijna in het net, hij schiet los, vooraan het kantje. Dit is even balen. Fuck, daar ben ik ziek van. Zo boys, daar zijn we dan weer. Helaas. Davy kreeg net een mooie aanbeet in de regen en hij schiet los. En het is nu 10 uur. We hebben de avond even geskipt omdat het eigenlijk echt heel slecht weer was. En het werd al heel snel weer donker. Voordat we inlagen was het 8:30, toen moesten we nog eten. En we waren echt gesloopt van de hele dag. Stekken zoeken, rijden, vroeg het bed uit. Dus en we hadden het Engels echt spot on leggen, dus we hadden er eigenlijk wat meer van verwacht. En helaas kreeg ik om 8:30 net 1 aanbeet. En nu krijgt Davy een aanbeet. We zijn niet helemaal tevreden met de stek, dus we waren al wat woest wat rondjes aan het lopen om opties te bekijken waar we nu heen zouden gaan. Maar ik heb goed nieuws, mijn schoot niet los, dus we gaan nu die vis eventjes eruit halen en dan ga ik jullie laten zien jongens. Lekker! Hoi jongens, de eerste vis van de sessie. Heerlijk. Niet meer verwacht. We hadden gisteravond lag alles pas laat in. Maar als er dan toch 's morgens eentje vandoor loopt, is dat toch wel een erg lekkere start. Jammer dat Davy hem net verspeelde, maar we hebben goede moed.
zien veel vissen springen. We gaan waarschijnlijk even verkassen. Eén stukje hier verderop kunnen we wat groter, wat wijder uitvissen, midden op het water. En dit is alvast een goed begin. Het is altijd spannend, eerste nacht op een nieuw water, we wisten hier eigenlijk niks van. We hebben nu wat locals gesproken, we hebben nu wat meer informatie. Dus hopen dat er nog een paar meer uitkomen en dat het weer een beetje lief voor ons is. En dan, heerlijk, we gaan deze terugzetten en hopen op nog een paar van deze prachtige vissen. Top dit! Wil je anders een lift, Davy? Nee, ik loop. Hij loopt. Is goed voor mijn conditie. Zo, daar zijn we weer. Aardig snelle verkasoperatie. Binnen 15 minuten zitten we op de volgende stek. Ik al zei, we gaan hier echt op het wijd vissen. Tussen de eilanden in, dus snel die hengeltjes in. Het is alweer bijna 2 uur, dus let's go! Zo, Davy. Yes. Hoe was het vandaag? Ja, de dag begon eigenlijk goed met een mooie vis voor Bas. Mooie fluiten. En hij ging daarna eigenlijk niet zo lekker verder. De hele dag volle bak, regen, regen, regen. Af en toe kwam het zonnetje erdoor. Maar ja, zodra je dan weer naar buiten loopt, dan begint het weer. Dus het was niet best, laten we het zo maar zeggen. Zo, daar zijn we weer. Wat een dag weer. Dag 2. Helemaal naar de rat al. De hele dag weer regen, 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 regen. En mijn hengels leggen uiteindelijk in. Maar het is gewoon alweer 6 uur. Dus de dag is weer echt bloedsnel gegaan. En ik moet nog eventjes naar het huisje toe. Voetbalaccu's zijn leeg. Dus die moeten weer vol. Want anders kunnen we hier toch erg lastig vissen. Ik vis nu helemaal naar het wijd van het water toe. Op 180 meter. Heb ik 3 hengels bijna op een rijtje gelegd. Er zijn 2 eilanden bij elkaar. Daar heb ik eigenlijk een driehoekje gemaakt. Zo tuk, 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 daartussenin. Dus Davy is nog eventjes de hengels aan het klaarmaken zoals jullie net zagen. En hopelijk biedt deze stek meer perspectief dan de vorige. Dat we even wat meer gaan vangen. Want het is wel vrij taaie condities. En heerlijk zonnetje. Maar het maakt het er allemaal nu een heerlijk zonnetje. Maar de hele dag regen gehad, dus we gaan ons best doen jongens. Het hoort er allemaal bij en let's go. Nou, het is nu een half uurtje droog weer. Echt enorm veel regen gehad, maar het ziet er goed uit. Helemaal tegen de eilanden aangevangen, ruim 180 meter afstand. Maar hopen dat we deze binnen kunnen krijgen. Zo boys, de eerste vis van een nieuwe stek. Toch een goede keuze geweest om te verkassen. En dat ik deze net trok, liep Davy's hengel af. En echt een plaatje van de vis die Davy net ving ook. Dus heerlijk begin van de stek. Het is alweer 2:30, we zaten heerlijk te praten over van alles en nog wat. Maar we gaan deze weer even terugzetten en dan gaan jullie de parel van Davy zien. Heerlijk! Vis van Bas van zojuist, want deze schub voorbij voor mij, 18 kilo rond, heerlijk, mooie bouw, eens kijken, mooie knik achter de kop, mooie hangbuik. Is niet leuk voor een eerste vis al? Nee, dat wou ik zeggen. Toch lekker hè, dat openbaar watervis de tweede nachtie, hoppa, zeker. 18 kilo'tjes. Zeker, heerlijk. Naar de verspeelde vis van vanmorgen is het een hele mooie vis, inderdaad. We gaan de hengels opnieuw doen en deze mag lekker gaan zwemmen jongens. We gaan er nog een paar uitzien te peuteren. Yes. Bye bye. Lekker. Kijk eens uit hier hoor. In de mooie boxershot.
Zo. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeker een goedemorgen zo om de dag te beginnen, toch? Ik moet hem alleen eventjes bij die tak weg zien te houden. Dus. In het bakkie. Haha. Lekker Bassie. Eerste spiegel. Heerlijk om zo de dag te starten, jongens. Oh, niet te dit. Zo, boys. Hele vage aanbeet. Waarschijnlijk heb ik het net wel gezien. Ik heb proberen te filmen, maar ik dacht eigenlijk dit is de eerste brazen. Maar ik leg vrij ver te vissen. En eigenlijk de halve drill had ik het idee dat ik vast zat. En ik heb nu rechtstreeks contact. Dus hopen dat we er eentje binnen krijgen. Het gaat lekker zo. 11 uur en 2 vissen in de ochtend dus. En het weer lijkt ook iets beter te worden. Dus het ziet er rooskleurig uit voor het eerst, jongens. Nou jongens, heerlijk dit. Stonden zojuist achter de hengels, klaar om de vis te fotograferen. En ik zie ineens mijn hengel helemaal krom staan, mijn hanger omhoog. Ik denk, hè? Stond mijn piepen gewoon weer uit. En het mooiste is, ik had het er vanochtend nog over met Bas, dat ik één keer ooit eerder mijn pieper ben vergeten aan te zetten. Nu dus de tweede keer. Oh, oh, oh. Hij gaat lekker door de slip, jongens. Heerlijk dit. Oh, wat wil je nog meer? Door je eigen lijn heen? Ja, wat wil je? Ik geef er niks om. Ik geef er echt helemaal niks om. Soepeltjes. Vis in het bakje, jongens. Heerlijk dit. Zo, daar is hij dan. De krachtpatser van zojuist. Hij ging nog lekker door de andere lijn heen. Maar uiteindelijk goed gekomen. We gaan deze snel terugzetten en dan kan de andere vis nog op de foto, want daar hebben we nog geen tijd voor gekregen. Deze mag lekker gaan zwemmen, jongens. Heerlijk. Yes, eindelijk. Daar is hij dan. De eerste vis van de ochtend. Werd gevolgd door nog 2 vissen. Uiteindelijk hebben we nog even tijd om deze op de video te zetten. De hengels liggen alweer spot on, dus we verwachten zo nog wel een paar vissen. Deze gaat weer lekker zwemmen en hopelijk zie je ons zo nog met een mooie vis. Hoppakee jongens. Nou, ook ik mag even pauzeren voor de camera. Davy pakt in een ochtendje gelijk mooi 2 mooie vissen. Vannacht hadden we al 2 mooie vissen, dus ja, dit is nummertje 5 van de stek. Gratis een trein. Ik moet mijn hengel nog opnieuw uitvaren, voeren, online knopen. En daarna gaan we jullie even vertellen hoe we hier zitten te vissen, wat de tactiek een beetje is. Want dat is de afgelopen dagen niet gelukt vanwege het slechte weer. Maar ja, heerlijk toch zo dat openbaar water vissen. Come on, ga hem terugzetten en dan nog een paar van deze units eruit rossen. Nou, dat was even lekker jongens. Ik vaar zojuist mijn hengel terug uit en ik los mijn lijn. Ik vaar terug. Ik leg mijn hengel in de steun. Ik ben nog steeds terug aan het varen en ik zie ineens mijn lijn strak lopen en mijn hengel helemaal krom staan. Pieper stond natuurlijk niet aan. Lijn die lag ook nog niet eens in de pieper. Ik klauter de kant op. Ik gris mijn hengel uit de steun en Bas zegt tegen mij, wat doe jij nou? En ik stond dan weer met de kromme hengel. Uiteindelijk weer een mooie schub in de net weten te loodsen en die gaan jullie nu zien. Zo, daar is hij dan, de schub van zojuist. Het was even een chaos, maar zoals je ziet, 2 nachten vissen, openbaar in Frankrijk. Voor ons ook een heel nieuw water. En je ziet met 7 vissen in 2 nachten is het geen verkeerd resultaat.
Dus jongens, willen jullie openbaar vissen? Gewoon doen. Kijken van tevoren, uitzoeken waar je naartoe wil. En desnoods gewoon gaan. Je hoeft niet altijd alles te weten van tevoren, jongens. Je kunt ook gewoon gaan en ter plekke gewoon naar water gaan kijken. Investeren. Gewoon zoeken. Zo zijn wij ook begonnen. En ja, je ziet het resultaat, jongens. Dit is echt gewoon genieten. Heerlijk dit. Dit is een drillbicep, jongens. Sportschool is voor mietjes. Karpersrossen. Let it go, let it go. I can't hold it back anymore. Nee, jongens. Gaat lekker. Net wat Davy zegt. Het is echt net opgenomen. We zetten net die vis terug van Davy. En ja, mijn is loopt vandoor. Het is een beetje een vreemde drill. Ik heb af en toe dat mijn lijn toch af is gezonken tussen het wier of dat hij een beetje hapert. Maar nou ja, ik ga jullie zo meteen vertellen hoe we dit gaan doen. Maar eerst, ja, eerst eventjes dit afronden, mannen. Lekker! Zo, daar heet je hem hoor. Ronnie de Rietkruiper. Een echte Franse bak. Maar nee, heerlijke actie overdag zo. En ik ga jullie nu even uitleggen hoe we zitten te vissen, wat onze tactiek is. Of dat nou heel veel anders is als de Nederlandse visserij. Maar ja, ik zie jullie zo boys. Deze gaat weer lekker zwemmen. Yes boys, daar zijn we dan eindelijk. Vandaag schijnt een beetje het zonnetje. Af en toe nog een wolkje ervoor. Maar eindelijk de tijd gevonden om jullie even uit te leggen hoe we nou zitten te vissen. Of dit nou heel veel verschil is tussen Frankrijk en Nederland. We hebben ook dit water een beetje bewust gekozen, dat je niet gelijk een rubberboot hoeft aan te schaffen, et cetera, et cetera. Wij hebben er wel een voerboot bij ons. Dat maakt het gewoon een heel stuk makkelijker, maar je zou hier ook gewoon kunnen werpen. Tactiek is dus, ja, wat ik al zeg, dit is toch wel mijn grote vriend geworden deze vakantie. Ik heb een tablet erbij zitten, daar heb ik allemaal GPS-punten ingezet. Dus 's nachts vissen we tegen eilanden aan. Dat is best wel ver om in te schatten hoe ver je van het eiland vandaan zit. Dus op die manier pak ik mijn tablet, druk ik hem aan. Vaart hij perfect naar de plek toe waar ik lag. En omdat er hier ook best wel veel met de voerboot wordt gevist, omdat je hier alleen maar mag werpen, vaar ik een paar keer naar mijn stek toe. En dan drop ik elke keer al varende, drop ik mijn voer. Zodat je, ja, je voer toch wat verspreider krijgt en niet alles helemaal geconcentreerd op een hoop. Eigenlijk is het boilies, tijgenoten en een redelijke basic rig. Niks speciaals aan. En een stukje putty, normaal lijnenlijnertje erop. Doet gewoon zijn werk. En ja, voorslagje erop. Ik vis met 140 meter, of ik vis met 140 gram. Omdat het best wel ver is. En met gevlochten lijn, zodat ik direct contact heb. Maar ja, al zou je naar zo'n type water gaan, zou je het ook gewoon met nylon af kunnen. En zou je ook gewoon kunnen werpen. En met een spomp vissen of met een werppijp. Dus ja, dat is een beetje hoe wij het nu aanpakken. En ja, het loopt als een gesmeerde bliksem. Dus dat gaat totaal geen klagen. Je moet ook rekenen van, ja, die gaat de eerste keer naar het water toe. Maak niet te grote verwachtingen voor jezelf. Dus houd gewoon simpel. Ga gewoon lekker vissen. Doe je ding. En nou zie je, Davy pakt 3 dertigers. Ja, in 2 nachtjes vissen. Het was dan wel echt taai met de regen en et cetera. Alle omstandigheden waren verre van relaxed. Maar ja, dat heb je ook op andere wateren. Dus ik ga even naar het huisje toe, mijn voerbootaccu's opladen en alles weer in gereedheid brengen. Hengeltje weer uitvaren waar ik net Ronnie de Rietkruiper op had. En dan gaan we er weer voor, jongens. Lekker! Nou, ik wil mijn hengel opnieuw uit gaan varen, dus ik draai hem binnen, maar er zit gewoon niets aan. Het zal wel een brasem zijn of zo. Hoe lang ligt hij al in? Ja, sinds gisteren. Bonkwee. Bam. Ik wil mijn hengel binnen draaien om mijn lijn opnieuw uit te varen na 24 uur. Ik denk, wat voel ik toch, joh? Kijk eens, een mooie schub. Die zat er gewoon aan. En het mooiste is, er zijn gewoon 5 vissen of zo erheen gezwommen door die lijn. De lijn zit wel helemaal in de knoop, dus dat moet ik eerst heel even oplossen. Maar dit is wel een lekker begin van de avond zo. Zeker weten, maat. Zo hé. Hey. Lekker man. Deze gaat lekker zwemmen en ik ga mijn lijn opnieuw uitvaren. Dan kunnen er nog een paar bij vangen.
Come on! Davy! Massie! Wat doe je nou weer? Ja, ik ben mijn tweede lijn binnen aan het draaien. Om hem nu uit te varen. En ineens, ik zie een vis springen. En ik wil jou roepen. En mijn hengel die gaat er vandoor, joh. Als een malle. Ik zet net die schub terug en het is even totaal chaos, jongens. Maar wel lekker. Ik hou ervan. Hoppa. Davy, wil je de mensen vertellen wat je van plan bent? Kijk jij voor mijn hengels? Ik ga even met de boot er naartoe. Wat is dit dan weer voor theorie, jongen? Let it go! Let it go! Oké, okay, dan. Ja, als je geen boot mag gebruiken, mag je in principe wel een onderhaakmat gebruiken, toch? Van mij wel. Je lijkt net zo'n bellyboot vissen zo. Dit is wel wat moeilijker, denk ik. Ik laat de camera draaien, want dit is best ooit. Gaat het, man? Het is altijd verstandig om in dit soort dagen om dan gewoon op je Nike's te gaan staan. Dat is echt super chill. Totaal niet glad of zo. Hoppakee. Dit is toch wel een lekker begin van de avond, hoor. Terwijl Davy de vlot experience aan het nadoen was, trok hij deze op de kant. Ja jongens, nieuw stekkie, dubbele 20 mm, wat ik al zei, onder het drillen, helemaal naar het midden gevaren. En ja, deze schub, die had mijn trucje niet door, dus ja, heerlijk begin van de nacht. Het is nu 10 uur, we hebben nog niet gegeten, deze moet al zijn hengels nog uitvaren. We gaan hem snel terugzetten jongens, heerlijk toch, wat een sessie, top! Jongens, dat is echt niet meer normaal. Ik ben helemaal kapot, man. Davy heeft nu net één hengel inleggen. En hij ging naar het eiland toe om te kijken hoe ver de voerboot was. En ik was de voerboot aan het bedienen. En die hengel die ik echt, nou net, wat was het? 5-10 minuten legde hij in. En deze rakker gaat er vandoor. Met bijna 18 kilo. Ja jongens, er is geen houden meer aan. Alle remmen zijn eraf. Heerlijk wat een daaier. Wat een prachtige schub. Ja, we gaan deze weer terugzetten. Hengel eerst uitvaren. Dan Davy's hengels uitvaren. Dan een eten maken. Lekker man. Mwah. Come on. Een hele goede morgen jongens. Daar zijn we weer. Het was een bewogen nachtje. Ik heb er nog twee bijgevangen. Twee spiegels. Die heb ik allebei weer laten zwemmen. Allebei ja, tussen een kilootje of 10 en 13 denk ik. Om me nabij. Maar mooie vissen, maar we waren helemaal gesloopt. Het ging echt als een raket. Uitvaren, onderlijnen knopen, voeren, accu's halen in het huisje. Nou ja, de hele dag bezig geweest, filmen, foto's maken, noem het allemaal maar op. Maar Davy heeft er net eentje gevangen. En ja, die is ook een spiegel of een schub? Spiegel, ja. Spiegeltje, dus het is nu een uurtje of 10. Even een bakje doen, rustig aan even wakker worden. En dan alle hengeltjes weer klaarmaken. En dan kijken we wat we vandaag kunnen bewerkstelligen, jongens. Yes. Zo, daar is hij dan, de spiegel van zojuist. Gevangen op het wijd. Ik had eigenlijk verwacht dat mijn linkerhengel nog wat zou doen, maar die is de hele nacht stilgebleven. Ik heb het idee dat hij niet goed ligt, dus die ga ik daar opnieuw doen. Daarvoor zal ik eerst even naar het huisje moeten wat ja, een nieuwe accu halen, in ieder geval, want de accu's zijn ramleeg. Ik kan gelijk even droge kleren aan doen, want die zijn niet helemaal droog gebleven na mijn onthaakmandavontuur van gisteren. Laten we het daarop houden. Deze vis gaat snel zwemmen en dan hopelijk tot zo nog met een... een beter exemplaar in ieder geval. Nou jongens, Bas is even naar het huisje om, om de accu's om te wisselen. Ik zat even op de stretcher, ik zat even op mijn telefoon en volle fluiter op zijn linkerhengel. Klein spiegeltje. Nou. En er gaat er nog één, jongens. Er gaat er nog één. Ik ben zo terug. Dit is lekker, jongens.
Man. Ik kan nog niet eens even mijn hengels een uurtje alleen laten. Ik ging even douchen, mijn spullen omkleden. Ik vaar als enigste mijn hengels vanmorgen weer uit. Deze luifje die blijft gewoon lekker zitten. Kom terug, twee van mijn hengels zijn afgelopen en ik heb weer alles opnieuw uitgevaren. Het leven is oneerlijk, man. Het leven is echt oneerlijk. Op. Lekker pannenkoekie, hoor. Klein mooi spiegeltje, niks apart. Maar ja, als je zo je dag een beetje kan beginnen met iemand, kunt doorgaan, dan met iemand anders zijn hengels een beetje vissen vangen, zelf niks doen. Dat is het, is wel niet lekker, nodig om je hengels uit te varen, jongens. Als die van je visbaat gewoon goed liggen, kun je ook vis vangen. Je ziet het. Deze gaat lekker zwemmen, jongens. Dag. Nou, daar komt hij aan, hoor. De vissen stelen. Ja. Vissen draait niet alleen om jezelf, jongens. Vissen moet je gewoon delen, nogmaals. Ja, zeker weten. Nou, ja. Het is in ieder geval een mooie vis. Ik heb hem niet gewogen, ik denk, ja, het zal... Oh, een mooi visje, hoor. Ja, toch? Zeker. Ondanks dat ik hem 180 meter naar binnen heb moeten drillen, is hij nog echt niet moe. Hop. Dit is hem dan. Ja, of het nou een 30er is of niet, weet ik niet, maar hij is er niet minder mooi om. Kijk eens, een mooie knik achter zijn kop. Ja, heerlijk, jongens, ik hou ervan. Dit is gewoon genieten. Niet dan? Zeker weten, maat. Lekker. Nou, dan ga ik ze maar weer even uitvaren, hè? Ja, dan ga ik daar weer. Moet je nog weg? Nou, deze mag zwemmen, jongens. Nou, daarna zijn de rollen weer omgekeerd. Ik was net even met de drone aan het vliegen, eindelijk. En nou, natuurlijk krijg je daarna met in je eentje eerst snel de drone terugvliegen. En dan val boven land. En ja, jongens, het gaat als een gesmeerde bliksem zo, hè. Zo, boys. Heerlijk, hoor, die actie overdag. Mooi spiegeltje. Davy is gelukkig weer terug om met te assisteren. En ja, heerlijk toch die actie zo overdag. Het is echt fantastisch om, ja, om zo de sessie toch wel langzaamaan te gaan afronden. We hebben nog één nachtje en we gaan echt volle bak doorvissen. Hopen op één vis boven de 20 kilo. We weten dat er een paar zitten, dus het is een kwestie van tijd om gewoon zoveel mogelijk runs te krijgen. En dan hopelijk dat er eentje tussendoor loopt. Maar in de tussentijd vermaken we ons prima met dit soort exemplaartjes. Dus ja, deze gaat wel lekker zwemmen, boys. Top! Dat is even een blokje om wat mooie shotjes voor jullie te maken. En ik hoor een keer op de achtergrond een volle fluiter. Lekker! Het wordt wel steeds meliger van alle vissen, toch? Weinig slaap. Zo kan het met Arios. Het is niet goed voor je als je de winter ingaat met allemaal van die beesten op je. Vis dokter Bas. Ja, jongen, je moet altijd een beetje goed voor je visje zorgen. Het loopt hier te vangen. Het is gewoon niet goed voor die vis als hij vol met watervlooien en andere soorten zit. Het is eigenlijk al een teken dat de vis niet allemaal gezond is, maar goed. Maar vocht als een davel. Dus... Zo, boys. Nou, heerlijk, hoor. Weer een prachtvisie. Denk een kilootje of 14 of zo. Ja, zo komen wij de dag wel door. Gaan we gewoon volle bak doorrammen. En dan hopen op een van de topvissen. Want ik voel ergens aan mijn water dat hij er al aan zit te komen. Lekker, man. Waar gaat dat toe? Goed, jongens. Lekker. Oh. Lekker, man. Hoe lekker vind je dit? Heerlijk. Het is nog een beetje heet, maar
Ziet er goed uit, Bas. Ik heb goed gekookt. Zo fucking heet gek. Zo boys, eindelijk zitten we even lekker rustig. Ik heb even de tijd genomen om lekker te koken. Broodjes afgebakken, hamburgertje erbij. Helemaal fris gedoucht. Davy heeft zijn engeltjes inleggen, mijn engeltjes leggen in. Eindelijk eventjes normaal vissen zonder de hele dag in de ronde te rennen. Gisteren was het 11:30 voordat we zaten te eten, dus ja, dat is echt ziek. Dat sloeg nergens meer op. Dus. Maar goed, ja, hoop op die laatste finale bak om het zo maar te zeggen. En dan ja, hou jullie op de hoogte jongens. Yes boys, dit is toch wel een hele lekkere afsluiter van deze openbaar watersessie. En mochten jullie nog vragen hebben over de video, hoe je dingen doet, of kom je er niet uit, drop ze in de comments en dan beantwoorden we ze graag voor jullie. Nou, ik wil wel even zeggen, we hebben echt een fantastische trip gehad. Ook Davy staat nu achter de camera. Bedankt voor alle ja, leuke momenten. En ja, wij wisten ook niks van tevoren over dit water. Dus ga het avontuur lekker aan. Ga met je maat lekker op pad. Gooi die auto vol. Zorg dat je voorbereid bent en ja, dan kan je genieten van prachtige visserij in Frankrijk. Ik ga hem terugzetten en dan gaan we onze weg naar Nederland beginnen. Top jongens, tot de volgende keer.